Gaan wij napraten na de wedstrijd Spakenburg-RVVA met Robert Kooijman van RVVA. Ja, je speelt al heel lang in het eerste elftal van RVVA. Dan is het natuurlijk fantastisch als je weer bij Spakenburg mag gaan spelen. Of weer, je bent hier nog niet geweest zelf. Maar ja, hoe kijk je terug op de wedstrijd? Ja, uiteindelijk toch teleurstellend. En ja, laat me, het staat natuurlijk voorop dat het hier mooi is om te spelen in deze ambiance. Maar uiteindelijk ga je hier omheen om te winnen. Of in ieder geval met een resultaat weg te gaan. En ik denk dat we door onze eigen fouten dat niet gelukt is. Nee, precies, want de fouten die vanmiddag gemaakt werden, die werden genadeloos afgestraft. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als je de wedstrijd terug gaat kijken, dat ze misschien 6 kansen hebben gehad. En ze maken 5 goals, dus dat is hun kwaliteit. Maar aan de andere kant moeten wij dat ook beter gaan doen. We hebben in de laatste 5 wedstrijden volgens mij 3 goals, 4 goals en nu 5 goals tegen gehad. Daar moeten we volgens mij werken. Ja, er zat 1-0-0 tussen en inderdaad die 4 en die 5 dan van vanmiddag, ja, dat hakte wel even in. Zijn we niet zo gewend dat RVVA veel tegengoals krijgt? Aan de andere kant, de kwaliteit hier is wel sprekend als het afronden dan, hè? Nou ja, tuurlijk, dat is duidelijk. Ja, je speelt op een ander niveau en ze maken die kansen genadeloos af. Alleen aan het begin van het seizoen hebben we wel laten zien dat we ook op de 0 kunnen spelen. En volgens mij moeten we daar weer naar terug. Daar moet je inderdaad de zaken achterin weer zien te groeperen. En dan moet je dus ook zorgen dat die fouten niet meer gemaakt worden. Want dat is gewoon het euvel. Nee, tuurlijk. Dat is zeker het euvel. Alleen niemand doet dat bewust. Dus uiteindelijk speel je allemaal om die wedstrijd te winnen. En fouten horen erbij. Alleen we moeten daar wel van leren. En dat volgende keer proberen te voorkomen. Precies. En dat is dan het leermoment van deze middag. Een wedstrijd bij Spakenburg. Op een bepaald moment had ik het ook het idee van, we kwamen terug tot 3-2. En toen was er toch even een fase dat RVVA sterker was en leek de 3-3 even in de lucht te hangen. Ja, dat denk ik ook. Ik denk zoals ik al zei, hun hebben 6 kansen gehad, maar wij hebben er ook minimaal 6 gekregen. En zij maken er 5 en wij 2. En dat is op dit niveau net het verschil tussen Spakenburg en RVVA. Ja, die 3-3 hing in de lucht. We krijgen volgens mij 2 hele grote kansen. En als je die maakt, dan wordt het 3-3. En dan begin je weer opnieuw, zeg maar. En dan kan het volgens mij alle kanten op. Want wel in die fase waren we volgens mij beter dan Spakenburg. En eigenlijk over de hele wedstrijd denk ik dat je niet echt onder doet. Alleen het staat wel gewoon 5-2. Ja, op de beslissende moment ook. Hè? Want op het moment dat je denkt met 2-1 de rust in te gaan, wordt het ineens ook nog 3-1. Waardoor eigenlijk de achterstand al met 2 goals onoverbrugbaar lijkt. Ja, nou, zo zie je, onoverbrugbaar is een achterstand nooit, dat zie je. Want je kan uiteindelijk, wij kunnen ook gewoon, wij kunnen ook 3 goals maken in de wedstrijd of 4 goals, dat weten we. Alleen, 5 goals, 6, als je er 5 of 6 of 7 moet gaan maken, dan wordt het wel heel lastig. Zeker omdat je gewoon tegen een goede ploeg speelt. Maar ik denk als je over de wedstrijd kijkt dat we een aardige wedstrijd hebben gespeeld, alleen gewoon te veel fouten hebben gemaakt om hier aanspraak te maken op een punt of meer. Precies, en dan gaan we nu toewerken naar een drukke week. Dinsdagavond ASWA voor de Voetbal Rijnmond Cup en volgende week Rijnsburgse Boys. En dan woensdags HBS om vervolgens Capelle ook nog. Het is een druk programma, maar dat is alleen maar mooi. Uiteindelijk ben je op voetbal gegaan om wedstrijden te spelen. En dus dat is het mooiste wat er is. En ook mooie tegenstanders, dus er staan mooie weken voor de boeg. Absoluut, zo is het. Dank voor je reactie en goede reis terug dadelijk. Ja, dat is goed. Dankjewel. Oké. Okay. Gaan wij na de wedstrijd Spakenburg-RVVA ook even napraten met de trainer van RVVA. RVVA verliest vanmiddag met 5-2, forse cijfers. Maar als je de wedstrijd terug gaat kijken, zijn dat veelal fouten die afgestraft worden door Spakenburg. Ja, dat ben ik zeker met je eens. Ik denk dat het spelen op dit niveau voor ons de beste leerschool is die we ons hadden kunnen wensen. Niet voor de spelers alleen, maar ook voor de club en ook voor de supporters. Om te zien hoe het in de absolute top van het amateur, hoe belangrijk het is om kansen af te maken. En hoe duur het je ook kan komen te staan als je het niet doet. En dat was vandaag weer een mooie les. Ja, dat is het zeker wel geweest. RVVA komt op 0-1. Nou, iedereen denkt genieten daarvan. Maar nog geen 10 minuten later is het 2-1. Ja, door identieke goals. Ja, het was heel bijzonder, want we controleerden de wedstrijd vrijwel vanaf begin. In verdedigend opzicht en aanvallend opzicht. Je weet als je naar Spakenburg uitgaat met 2 nederlagen achter de rug, dat die gelijk goed willen beginnen. Nou, dat vingen we goed op. Ook in tactisch opzicht verdedigend stonden we goed. En dan wisten we dat er maar 1 ding rest wat ze kunnen doen. En dat is een vrijwel vaak snel een lange bal geven, omdat ze het voetballen niet echt vaak konden en wilden doorzoeken. Nou goed, en dan weet je dat je in de ruimtes erachter gaat krijgen. En die kunnen we goed benutten en dat hebben we ook goed gedaan. Komen 1-0 voor. Ja, en daarna uit die voorzetten breekt er een fase aan waarin ik denk dat wij als team, individuele spelers, ontzettend veel geleerd hebben. Omdat op dit niveau worden zulke fouten
bijzonder hard, mag ik het zo zeggen. Gewoon bijzonder hard afgestraft. Want het zijn niet eens kansen wat je weggeeft. Maar situaties die je zelf creëert als het ware. En ja, is goed om te zien dat dat zo effectief is. Is goed. Precies, want dat is echt dan de topklasse. Hè? In de hoofdklasse zag je zulke fouten, daar kon je dan eens permitteren. Maar vanmiddag genadeloos gewoon afstraffen. Ja, genadeloos, wat ik zeg. Want als jij de eerste helft terugkijkt, ik denk dat we misschien één echte kans voor ze. Misschien een schot dat geblokt is, hebben weggegeven. En voor de rest waren het voorzetten. Ja, en daar in die voorzetten, ja, dat gebeurt ons zelden, maar op dit niveau dus wel. Dat we zo zulke duels verliezen. En, nou ja, goed, ik ben er heel blij mee. Het is goed voor de verdedigers van ons om te leren. Het is goed voor de keeper om hiervan te leren wat het betekent. En naar dit niveau, wat we heel graag willen spelen, zullen we dit zo snel mogelijk moeten overbruggen. En dat is goed. Dus naast dat het vanmiddag een leerschool is geweest, deze wedstrijd, is er ook een fase geweest. RVVA kwam terug tot 3-2. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat er toen ook een 3-3 mogelijk was. Ja, nou ja, nu hadden we het even over de eerste helft. Tweede helft was het nog duidelijker. Toen hebben we eigenlijk in feite de hele tweede helft gedomineerd. Dus in verdedigend opzicht weer op de juiste momenten druk zetten. Spakenburg moest steeds langer de lange bal hanteren. We hadden het goed veldspel. We maakten het goed breed. We speelden goed tussen de linies. Waarin we uiteindelijk 3-2 terugkomen. En de les van de topklasse weer krijgen. Renzi gaat bij 3-2 1-1 met de keeper. En als hij die maakt, staat het 3-3. Nou ja, goed, dan is het een hele andere wedstrijd. Omdat we toen ook volledige controle, ik vond zelf ook op fysiek gebied zelfs de overhand kregen. Dan had ik het nog wel willen zien. Maar goed, hij schiet hem er niet in, en waardoor het 3-2 blijft. En dan krijgen zij weer uit een eigenlijk gelijksoortige situatie als de eerste helft. Krijgen ze een situatie wat ineens gecreëerd wordt uit ons eigen balverlies. Ja, balverlies op middenveld volgens mij. Ja, van Renzi ook. Van Renzi. Van Renzi ook, die verliest hem hier op een manier wat totaal niet nodig was. Verliest hij hem. En ze gaan op doel, het is gelijk doelpunt. De omschakeling is dan zo snel en zo genadeloos, ik zei het net al, maar dan weer. En is het 4-2 en dan is de wedstrijd eigenlijk gelopen. Ja, ik denk op dit niveau, het is niet gelopen. Want daarna creëren we nog mogelijkheden en kansen. Hè, met Roy Weber en met Renzi nog een keer, met Viego. Dus we hebben daarna nog wel mogelijkheden gecreëerd. Alleen, we hebben er veel meer nodig om tot scoren te komen dan zij. En dat maakte dat de wedstrijd bijna gelopen lijkt. Omdat hadden we aangezet tot 4-3. En zij krijgen misschien weer een halve kans, maken ze hem weer. Ja, dat is misschien. Dat is tot nu toe het verschil in de wedstrijden die we tegen Scheveningen hebben meegemaakt. En zeker vandaag. Want verder speelden we gewoon een hele goede wedstrijd. Ik ben bijzonder tevreden. Ik waardeer en respecteer de spelers om hun inzet. En het veldspel wat ze laten zien. Omdat die was gewoon heel erg goed. En ik hoop dat we nu blijven groeien. En door kunnen gaan om uiteindelijk het gevecht wat we willen leveren, omdat we op dit niveau willen spelen, dat we die kunnen winnen. Ja, precies. En dan die 5-2 penalty in de laatste minuut, dat is voor de statistieken. Nee, maar is ook zo'n situatie toch? Ja, in feite wel. Ja, kan je ook weer zeggen wat daaraan vooraf fout ging, waardoor zij een penalty krijgen. Is ook weer zo'n situatie. Ja, het klinkt eentonig, maar zo is het wel. Omdat voor de rest hebben wij ze geen mogelijkheden en kansen gegeven, omdat we gewoon heel erg goed speelden. Alleen ja, op dit niveau wordt het sneller en harder afgestraft. Ja, klopt. Nou, dan de komende week, drukke periode. Dinsdagavond ASWA Voetbal Rijnmond Cup. Volgende week Rijnsburgse Boys thuis. En dan woensdagse HBS. En dan Capelle. Dat zijn 4 wedstrijden in 2 weken. Dat zijn wedstrijden waarin geschaafd kan worden aan de leermomenten van vanmiddag. Nee, maar hier komt het op neer, Theo. Kijk, dit is geweldig voor de club. Dit is geweldig voor de spelers. Je speelt alleen maar wedstrijden op het absolute topniveau. Dan moet je met twee handen moet je dat omarmen. En ervan genieten dat je zoveel lessen, kennis kan opdoen in deze wedstrijden voor onze spelers. Kijk, we hebben 2 spelers, Richards en Marta, die topklasse hebben gespeeld. En voor de rest helemaal niemand. De jongens waren nog bezig om zich aan te passen in de hoofdklasse. En dan is zo'n ambiance mogelijk. Ja, zo'n ambiance, zo'n sfeer, support is hier is geweldig. Het is een van de mooiste clubs uit de geschiedenis van het amateurvoetbal. En die reeks die ook komt, dat is gewoon geweldig. Wij willen die reeks ook aangaan. Jammer dat we vandaag zo starten. Maar we gaan er vol voor. Dinsdag is ASWA. En dat is ook weer een topwedstrijd. Dus ja, het is fantastisch. Het is echt geweldig. Dat is genieten om dat te kunnen mogen meemaken. Dat doen we met z'n allen met de supporters ook, ondanks de nederlaag vanmiddag. We hebben zelf afgedwongen. Ja, precies. Dus we hebben, en we wilden graag hier naartoe. Ja, we wilden zelf graag op dit niveau spelen. En dat hebben we afgedwongen met goed voetbal. En nou speel je op dit niveau. En dan moet je daarin ook weer de stappen maken die je ook in de hoofdklasse hebt gemaakt. En dat proces zijn we nu in bezig.
En dan is het de leermomenten van vanmiddag meenemen naar de volgende wedstrijd toe. Ik wens je succes daarmee en we gaan elkaar weer tegenkomen. Dank voor je reactie. Ja, tuurlijk. Jullie ook. En veel bedankt daarvoor. Tot dinsdag, denk ik. Twijfel. Anders zaterdag is het. Oké. Okay. Hey, dankjewel.